Veel plezier! Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Myron. En wij zitten in de auto en het is knijters lekker weer. Ga je nu maar elke keer napraten? Het is namelijk heel erg mooi weer. Dit is namelijk heel erg mooi. Ik zie het niet. 23,5 graden. Oh, jij zei graad. Ik graden. Ja, de graden is wel beter. Ach ja, het is wat het is. Je hebt hier mijn telefoon. Nee joh. Heb je een telefoon meegenomen? Die zouden we thuis laten vandaag. Dat is helemaal niet waar. Wil je hem aanpakken? Ja. En dan heb je hier... Stickertjes die je gehaald hebt. Dus ik zou zeggen pimp my cellphone. Oh, really? Niet pimp my ride, maar pimp my cellphone. Oh, really? But you have to put it on your own phone and not on your keys, I see on this. Ja, klopt. Dus gewoon hoesje eraf halen en dan kan je het op mijn telefoon doen. Oh, dat bedoelde jij. Ja, hoe leuk is dat? Heel leuk. We rijden nu in... Oh, heel leuk. Hoe leuk? Oh, yes. We gaan naar Emst, in ieder geval. Juist. Dat is in de buurt van Apeldoorn. Juist. Houston. En dit is zo ongelooflijk relaxed, dames en heren. Mijn nieuwe stuur. Oh, dit is zo fijn. Ik heb hier helemaal nieuwe suede en zo erop. Dus echt heerlijk. Echt heel nice. Nou, ik zie straks al wat je ervan hebt gemaakt. Oh, het zijn echt veel. Kijk dan. Ja, maar die zijn ook voor op mijn laptop. Of misschien voor op jouw MacBook. Kan je die niet hier allemaal nu opplakken? Nee, dat kan niet allemaal op mijn telefoon, nee. Is wel leuk. Heel cool. Ja, toch? Ja, ik ga even nadenken wat vet is. Zo, hoe kan dit gras zo mooi zijn? Ja, dat hadden we bij ons achter in de tuin moeten hebben. We hadden hier gewoon een stuk af moeten snijden. Ja. Nee, maar dit is bizar. Ja, die is wel mooi. Moet je kijken hoe mooi dit is. Ongelooflijk. Wat een stuk gras, joh. Fantastisch. Ja, mooi stukje gras. De auto ziet er ook mooi uit, zeg. Die shined weer als een gek. Hij loopt ook zo lekker stationair. Daar kan ik echt van genieten. Even lekker op pad met Myron. Lekker stukje rijden. Ik ben nog steeds zo blij met de zwarte accenten en de carbon accenten die erop zitten. Zoals hier aan de voorkant. Dat je dit hebt. En hier ook. En dan dat je hier op de spiegel dat ook hebt. En dan hier zo bij de deurhendels dan helemaal zwart. Wordt het wat? Wel lastig moet ik zeggen. Ik ben benieuwd. En de velgen zijn trouwens ook super dik. Die mag ik echt niet overslaan. De vossen velgen. Gruwelijk. Oké, nog een klein stukje. En dan zijn we er. Dan gaan we iets heel erg tofs doen. Wat heb je ervan gemaakt, schatje? Ik vind het zelf heel lelijk, eerlijk gezegd. Ja? Ja. Want het waren zulke mooie stickers. Ja, maar ze zijn doorzichtig of zo. Ze zijn niet... Hoe zeg je dat? Ze zijn transparant. Ah, ik snap wat je bedoelt. Maar, en als je hoesje erop doet, is het eigenlijk al helemaal niet mooi. Dus je moet eigenlijk zonder hoesje doen. Ik dacht, jij bent zo iemand die zoveel mogelijk stickers doet. Oh, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Maar als je deze eraf haalt, eigenlijk deze drie, dan is die wel mooier. Want dan heb je gewoon die vraagteken. Maar dat kan heel goed. Nou, ik vind het alsnog leuk gedaan, hoor. Oké. Veel plezier ermee. Wat hebben we hier allemaal? Hoi, yo! Spulletjes. Is dat jouw eigen wakeboard? Ja, zeker. Nice. Wakey wakey. Wakey wakey. Wakey wakey. Heb jij ook je eigen wakeboard? Ja. Ga je ook wakeboarden? Ja, ik heb zoveel zin in. Is dit je eerste keer van het seizoen? Ja? Ja. Oh, dat is wel tof. Nice. Ja, want Shona had een heupoperatie. Ja. Dus die heeft een tijdje met krukken moeten lopen, maar nu ben je hersteld. Ja, nou ja, nog wel herstellen dus. Vandaag geen obstakels, alleen de baan. Rondjes. Ja, alleen maar rondjes. Alleen maar rondjes. Nice. Nou, we hebben genoeg spullen mee. Let's go. Gewoon met korte broek. Er zijn hier een groepje gasten. En die vallen echt elke keer. Ik denk dat ze voor de eerste keer bezig zijn. Maar dat is echt mooi om te zien. Ah, oh, hij blijft gewoon staan. Hartstikke idee. Lekker hoor. Hoppa. Precies als ik wil laten zien dat iemand valt, gaat het alleen maar goed. Kijk dan. Oh, 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 oh. Wat is dit? Het gaat in één keer allemaal goed. Holy shit. Die deed gewoon even een backflip. En deze dan? Wow. De volgende. Oh, 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 oh. Ik weet
weet niet wie dit is met korte broek, maar wat een legend. Wat een legend. Korte broek, hartstikke idee. Mooi man. Zo, wat de fuck gebeurde daar? Ik was helemaal niet aan het opletten. Harder? Danny, doe hem dat ding harder. Doe hem dat ding harder. Nou, gaat ie. Hartstikke idee. Wee. Yo, dit is echt de perfecte dag, dames en heren. Kijk dan. Komt dit nog goed of niet? Oh, helaas. Die moeten we in de gaten houden, die doet trucjes. Kijk. Wajo, let's go. Dat was wel nice. Hey. We willen straks ook wat van jou zien, hè? Dat komt goed, zegt Danny. Komt goed. Kom op, staan. Ja. Let's go. Ik ben gewoon hier wel even om die boys op te hypen. Let's go. Hou vast. Nou, boven. Damn, man. Oké, kom op. Backflip. Let's go. Backflip. Let's go. Oh, dat vond ik ook nice. Oké, daar komt een chick aan met een grijs harnas. Die kan er wel wat van, want die heeft al 2 keer een backflip gedaan en een 360. Oké, clean. Zet hem door. Mooi bochtje. Oké, uitzoomen en zo. Daar komt ze. Oké. Even een 180. En gewoon langs de schans. Maar dan is er nog een schans. Verrassing, surprise. Duimpje omhoog. Woep. Weer een 180. Oh, wat gebeurt hier? Boom. Clean as a motherfucking John Deere trekker. Oh, deze keel gaat hard. Skirt. Woe! Hey, lekker pakkie, Danny. Ze noemen hem hier Tropical Danny. Maar doe eens duimpje omhoog, Maya. Hey, duimpje. Shona, duimpje omhoog. Hey. Dit noemen ze vals spelen, hè, Danny, wat je nu doet. Die wil ik ook dan straks. Geupgrade. Zit een kaartje in en dan kan ik tricks opzetten en dan... Hij zegt er zit een kaartje in, dan klik je gewoon een trucje aan en dan doe je hem. Dus alles wat je straks gaat zien van Danny, dat heeft hij ingesteld op de knieding. Nou, bijzonder. Ontworpen door Elon Musk was het toch? Ja, klopt. Dacht ik al. Elon Musk ook met zijn chips altijd. Hij is Tesla wit, hè? Ja. Tesla wit. Nou, die kop van jou is Ferrari rood. Even zwaaien, Danny. Hij wil gewoon eens maar omkijken en zwaaien. Hij wil gewoon zwaaien, want hij wil gaan. Hij heeft dat bord in zijn handen en hij heeft maar één ding. Ik ga wakeboarden. Besef dat hij dit ook gewoon echt drie, vier keer per week doet. Ja. Echt bizar. En dat hij nog steeds zo hyped is. Dat is echt fijn. Ja, Danny is de hype machine voor wakeboarden. Ja. Nou, ik ga hem eens even volgen. Oké, nou dat was meteen een perfect voorbeeld van hoe het niet moet en hoe het misschien bij mij ook straks gaat. We gaan nu even checken hoe het gaat bij Danny. Daar gaat Danny. Hoppakee, hij is los. Wat doet hij? Huh? What the fuck? Danny is loco. Oh mijn god. De eerste ronde. Hij doet al meteen grinds en shit. Zoals ik een beetje trail, mensen. Ik ben hyped. Ik ben hyped om straks zelf ook te gaan. En voor als je de wind hoort, dat is moeder natuur. Oh mijn god, kan die Danny gaan? Holy moly. Oké, daar komt Danny aan. Wat gaat hij doen? Holy shit, kijk hem. 1, 2. Oké. Clean. He is smooth. Kom op, Danny, kom op. Oh, holy shit. Huh? Aan de hele lijn eraf. Hoe kreeg die dan nog voor elkaar dan? Die auto was licht. Huh?
Hij heeft de hele lijn eraf gehaald. Hoe krijgt hij dat nou voor elkaar? Heel bijzonder. Dat heb ik nog nooit gezien in ieder geval. Hoezo heb je de drie lijnen af? Waar heb je die gevonden? Ja, die liggen in het water. Oh, die liggen in het water? Oh, ik dacht dat je het lijn eraf had. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Oh, ook? Oh. Gebeurt dit vaker? Alleen als je heel sterk bent. Alleen als je heel sterk bent? Oké. Nou, Danny. Tropical Danny. Loco in de coco. Nou, dan gaat Danny weer, dames en heren. Hoppakee. Even kijken wat Danny gaat doen. Loco in de coco. Oh, hij heeft hem ook nog. Wat een gast. Wat een beast. 1, 2, Loco in de coco, deel 2. Oh, smooth. Smooth as butter. Damn, Danny. Dames en heren, het is tijd voor Danny. Daar komt hij hoor, dames en heren. 1, 2. Dames en heren, Danny die is geweest, die heeft wel de lat zo hoog gelegd dat ik hem even niet kan zien op dit moment. Het is geen shit die je gaat zien bij mij. Ik ga gewoon even mooie rondjes maken en dan zien we wel verder wat er gebeurt en wat er in mijn mars zit. Maaiwen die gaat ook even lekker borden. Ben benieuwd. Ja, en Shona ook natuurlijk, hè? Dus dat willen we allemaal wel even zien. Maar Shona mag geen schandjes nemen, dat is wel jammer, want volgens mij kan Shona het ook heel goed. Maar dat doe je normaal wel. Dat is wel dik hoor. Dat is wel echt nice. Kijk, ik zie al meerdere mensen backflips doen en zo. Dat is wel echt sick. Oké, we gaan even mijn pak aan doen. Die heb ik hier liggen. Maatje L. Hopelijk niet voor loser. Maar goed, daar gaan we achter komen. Het is altijd een beetje een struggle, hè, zo'n pak aan krijgen. Ja. Wat nou als je een pak aan doet? Er zit gewoon een gat in het pak. Waar zo heb je het pak stom. Dan voor nodig? Ja, dit is zo naar. Daar komt er zoveel water bij. Dus we moeten het pak even veranderen. Maar goed, dan gaan we er wel voor. Voelt wel altijd lekker hoor, zo'n pak, eerlijk gezegd. Ja, hè? En het is misschien niet per se nodig, maar het is toch wel lekker. Hé, hey, dankjewel papa. Zo jammer. Ik heb de blauwe helm, dat is de lievelingskleur van Maiwen. En Maiwen heeft de rode helm, de lievelingskleur van mij. Maar we hebben in ieder geval een helm, dat is belangrijk. Kijk dat zonnetje mooi schijnen. Oh, mooi, mooi, mooi. Mooi joh. Mooi joh, nu zie ik er meteen uit als een pro, ouwe. Ik heb een vestje gekregen van Danny. Zo, schouderopwarming. Woehoe, lekker schat. Mooi helmpje. Heel mooi helmpje. Oh, sorry. Nee, is echt mooi. Ik krijg les, schatje. Ik krijg les van de pro. Oké, Danny die is Maiwen nu eventjes aan het uitleggen. Komt helemaal goed. Alle vertrouwen in Danny's uitleg en in Maiwen haar kunnen. Hebben jullie veiligheidsuitleg gehad? Ja, ja, ja. Volgens mij doet hij dat nu. Oké, dat is nu hoe het niet moet. Heb je er vertrouwen in? Ja. Oh! Oh! Hey, dat was goed. Bijna! Ga jij weer een backflip doen? Ja. Oké. Hoe heet je eigenlijk? Mijn naam is Fleur. Ik ben Enzo. Echt wel. Oké, let's go. En als je een backflip doet, moet je peace doen, hè, in de lucht. Ja. Let's go, Maiwen! Oké, daar gaat Maiwen. Let's go! Hey, niet een peace vergeten! Oh, ga je muziek luisteren, Wouter? Ja. Oh, Maiwen is door de eerste bocht. Nice. Maiwen die zie je nu daar zo. Daar. Let's go, Shona. Woe, al 5 jaar niet meer gedaan. Kom op, hè. Is wel een vet bord. Woe. Easy, light work. Oké. Okay. Deze bocht is wel het moeilijkst. Ja, omdat het hardste wordt getrokken, ja, of niet? Deze bocht is 9 graden. Ja. Kom Maiwen de bocht door, ja of nee? Wajo, wajo! Woo! Let's go, my run! Het is een clean! My run, was hij nice? Niet goed?
Maar ik dacht, hoe voelt het eigenlijk als je een beetje zo gaat springen en een beetje omhoog en naar beneden? En toen één keer goed, twee keer goed, ja. Een keer op plek. Ja, ik zou het niet achter. Nu naar binnen, naar binnen. Ja, laat me los, laat me los. Ja. Lekker man. Ik wilde eigenlijk die kikker doen. Ja. Toen zei ik tegen Danny, ik heb echt een beetje last van mijn arm en mijn rug. Ja. Laat me heel even chillen. En dan straks doen we hem in één keer. Oké, okay, deal. Oké, okay, cool. Dus even lekker. Even chillen. Wacht, het is wel echt lekker. Ik had veel koud. Wel fijn, hè? Ook pakken natuurlijk. Ja, maar. Damn, dit is leuk. En Danny kan het lijf goed langs. Ja, hè? Wow, als je naast hem zit, dan heb je echt van, let's go, Danny. Don't go with the coco. Tropical Danny, let's go. Ja, dat is echt vet, hoor. Dat is echt sick. Gaan jullie weer? Ik ga zo'n springjump doen, wat Danny ook. Okay. Deze hier aan de voorkant? Nee, nee, dit. Oh. Oké. Dames en heren, we hebben heerlijk eventjes wat gegeten. En ik laat mijn eten nog heel even zakken, maar Danny die heeft nergens last van. Dus die doet de binding alweer vast en die gaat weer het water op. Water uit mijn water. Kijk, water uit zijn waterhoofd. Dikke prima. Kan je ook met een 180 beginnen? Ja. Danny? Ja, ik weet niet. Pas op. Gewoon proberen, man. Ja, maar jullie gaan me water. Ik kan laatst een klap van me water. Danny. Oké, hij moet het blijkbaar even een beetje stroef maken, want hij gaat iets doen. Ik heb geen idee wat, maar we gaan het meemaken. Nou Danny, hoe heet dit wat je gaat doen? Frontflip start. Frontflip stel? Start. Start. Frontflip start. Zet hem op, hè? Let's go Danny! YOLO! Oh! Gaat hij goed? Hé, hey, derde keer is scheefrecht, dus nog twee keer. Oh, dat was wel sick, gast. Holy shit. Hé, hey, maar je zende hem wel. Je zende hem wel. What the fuck, gast. Heel vet. Ik heb wel eens gestaan, maar... Ga je hem weer proberen? Kom op, Danny, let's go. Heb vertrouwen. Heb vertrouwen, Danny. Oh! So close. Ah, jammer man. Zo close. Damn, dat was echt jammer. Dat was echt jammer. Ik had hem zo graag willen zien landen. Ik weet niet of je het nog een keer gaat doen. Ga je het nog een keer proberen? Ja. Ja? Let's go! Danny, Danny! Ja, je hebt eten op, dus genoeg energie. Ja man. Daarom. Net even dat extra stukje gewicht nog nodig. Lekker hoor. Kom op Danny. Moet ik even hier iets motiverends tegen je zeggen om het te laten lukken? Nee? Oké, dan laat ik je helemaal je element, jongen. Come on, man. Derde keer scheepsrecht. Let's freaking go.
Wow, dat was echt sick. Dat was echt heel sick. Nice. Is hem gewoon gelukt, hè? Derde keer scheef recht. Let's go! Oké, ik ga de drone pakken. Geniet van de dronebeelden. Wouter en Danny gaan samen? Ja, ze gaan over elkaar heen. Oh my god. Ja, dus de een gaat een flip maken en de ander gaat er onderdoor, zeg maar. Holy moly. Ja, dus dat wordt wel spannend. We gaan meemaken. Ja, let's go. Oké, voor de mensen die het niet weten, dit is gewoon serieus een helm. Alleen ziet er gewoon uit als een buckethead. Oké, ik zou zeggen dit is een helm, maar dit is ook gewoon een helm. 1, 2. Holy shit. Ze zijn niet normaal, hè? Ja, dat is echt niet normaal. Die doen trucjes hier zo. Ik zit alleen maar te kou kleunen nu. Ik ga ook niet meer. Ik heb er een voor je meegenomen. Hebben die aan? Nou, je kunt het. Oh, ik wist niet dat je die bij had. Oké, en dit is Sasha en zij gaat een jumpstart proberen. In 3, 2, 1. Hoppa! Was dat de bedoeling? Ja, was de bedoeling. Ja, okay. Was een beetje catchy. Ging bijna fout. Oké. Okay. Nou, ze deed het wel. Hap je lekker water. Danny gaat als eerst, denk ik. Heeft hij het vaak gedaan? Ja. Op je poepet! Oh my god! Alles oké? Hij scoort echt niet. Wat een legend. Fleur die staat erboven. Springen is genoeg hoor! Yay! Wow, ja, sick hoor. Het schijnt 10 meter te zijn. Let's go! Oh, sorry, was hard? Oh, sorry. Lekker Danny! Gast, dat was niet normaal. Oh my god. Heel erg niet normaal. Flying Dutchman 2.0. 1, 2. Wee! Veel plezier! Ga. Oh. Je overrotate zo snel, hè? Ja, je overrotate heel snel, ja. Weet je hoe hoog dat is? Ja, je overrotate heel snel. Goed, dat was een speciale afsluiting. Die draaide net even iets te ver door, maar...
het is allemaal goed gekomen gelukkig. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Oi, oi, oi. We hebben echt een zieke wakeboard sessie gehad. Dat was echt heel erg leuk. Super aardige mensen daar ook bij het Burnside Park. Was echt, echt heel erg gezellig. Genoten. Lange dag gehad, maar het was wel echt nice. Echt heel erg nice. Danny wilde ons al een lange tijd meenemen daar naartoe. Dus ook shout-out naar Danny en Siona. Was echt ontzettend gezellig. En ja, het was een wakeboard vlog eigenlijk. Als ik het dan zo kan zeggen. Maar het was op zich wel even relaxed. Dat we dit nog aan het eind van de dag een beetje konden doen. Omdat de rest van de dag hebben we een beetje gebruikt voor voorbereidingen. Voor de verjaardag van mij en van Myron. En het 10-jarig bestaan voor YouTube. Dus bedankt daarvoor in ieder geval dat jullie dat begrijpen. Morgen zie ik jullie weer bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik zoals altijd. Dikke, vette, peace!